Welkom bij deze laatste sessie voor de afsluitende keynote over Cosmos DB. En ik ga gelijk met de deur in huis vallen, want wat is Cosmos DB nu? Cosmos DB is Microsoft's laatste PaaS, Platform as a Service, database in Azure. En heeft een paar unieke kenmerken. Het belangrijkste is globaal distribueerbaar. En dat betekent dat je je data heel dicht bij je gebruikers kan brengen, in iedere regio van Azure. Per regio kan je ook nog eens heel makkelijk uitschalen, dus horizontaal schalen, sharding genoemd. Ondersteunt meerdere modellen, en daarmee wordt bedoeld bijvoorbeeld key value, document, graph, column. En Cosmos DB ondersteunt meerdere consistentiemodellen. In tegenstelling tot andere databases die er één of twee ondersteunen, ondersteunt Cosmos DB 5 consistentiemodellen. Nou, op al deze onderdelen ga ik dieper in in deze sessie. Daarnaast, als je ook nog kijkt naar latency, availability, throughput, maar ook consistentie, daar heeft Microsoft hele strakke SLA's opgezet. En ja, als zij die SLA's niet halen, dan krijg je korting op je rekening. Een SLA bijvoorbeeld, er wordt de latency bij een read gegarandeerd van 10 milliseconden. En bij een write 15 milliseconden, om maar iets te noemen. Nou, even een stapje terug. Wat heeft Microsoft in Azure eigenlijk als PaaS-dienst allemaal te bieden aan databases? Nou, die databases kan je eigenlijk in deze twee groepen verdelen. SQL en NoSQL. Nou, alom bekend SQL, SQL Azure, meest gebruikte database. Maar er zijn ook MySQL en Postgres databases die worden aangeboden. Aan de NoSQL kant, Redis, hele snelle in-memory key-value storage. Nou, de aloude Azure Table Storage, die nog steeds heel veel gebruikt wordt. En nu dus Cosmos DB. We hebben het over NoSQL. Er wordt tegenwoordig ook gezegd not only SQL. En dat is ervoor bedoeld om duidelijk te maken dat allebei de databases, dus ook een relationele SQL database, echt wel meerwaarde hebben in bepaalde situaties. Net zoals dat de NoSQL databases meerwaarde hebben in bepaalde situaties. Al deze punten die je hier ziet staan, die gelden voor alle NoSQL databases. Dus allemaal kenmerken zoals lineair schaalbaar, oneindig schaalbaar zelfs. Hoe doen ze dat? Nou, door allerlei geavanceerde technieken toe te passen, maar ook door dingen juist niet toe te passen. Zoals, je hebt geen schema's nodig. Dus je kan per record dat je opslaat, dat hoeft niet hetzelfde te zijn als een ander record dat je opslaat. Deze databases kunnen hele grote hoeveelheden gebruikers aan en enorme hoeveelheden data aan. Iets anders wat bijvoorbeeld niet ondersteund wordt, zijn ACID transacties, wat de SQL databases wel wil ondersteunen. Waar komt dat nu vandaan, de Cosmos DB? Nou, het is allemaal begonnen in 2010 in Italië, project Florence. Daar is het idee gekomen. Er waren meerdere Microsoft teams die zaten te stoeien met data die zij globaal gedistribueerd wilden hebben. Dus bijvoorbeeld het Skype team, Office 365 team, maar ook zelfs de portal van Azure. En mensen van die verschillende teams zijn bij elkaar gekomen en dat werd dus project Florence. In 2015 is dat DocumentDB uitgekomen en afgelopen beeld, op 10 mei, is Cosmos DB aangekondigd. DocumentDB ondersteunde ook al vanaf die tijd twee API's, de DocumentDB SQL API en de MongoDB API. Microsoft is gaan doorontwikkelen aan die applicaties, aan die database. Dat werd zo uitgebreid dat de naam DocumentDB eigenlijk gewoon niet meer voldeed. Het was meer dan alleen maar documents. En dus kwam daar een nieuwe naam, Cosmos DB. Dus Cosmos DB is DocumentDB, maar dan veel uitgebreider. Ik heb jullie al verteld, globaal distribueerbaar, dat is echt het belangrijkste kenmerk van Cosmos DB. En wat betekent dat nou? Je kan in ieder datacenter van Azure, kan jij Cosmos DB uitzetten. Inmiddels zijn het er 40, inclusief de aangekondigde. En dat zal nog uitbreiden. Cosmos DB zal aanwezig zijn in ieder datacenter. Nou, laten we eens kijken wat dat nou concreet betekent. Dat je dat kan doen.
Ik zie hier ineens een hele hoge resolutie, dus ik denk dat daar iets niet goed gaat. Ik ga hem lager zetten. Hij staat nu op een lage resolutie, maar ik. Even opnieuw connecten. Aha. Oh, te vroeg gejuicht. Toch weer niet? Nou, oké. Okay. Hoe ziet dat eruit, dat globaal distribueren? Ik heb hier al een database klaarstaan. En je kan hier in het overzichtplaatje zien dat ik hem al in 4 regio's heb uitgeschaald. En dat betekent dat als we hier naar Replicate Data Globally gaan, waar je weer dat wereldkaartje ziet. Ik heb hier 1 Write Region, dat is mijn hoofdregio, in dit geval West-Europe. En die heeft een iets andere kleur dan de andere, want dat zijn de read regions. Dat betekent dus dat er ook maar echt 1 schrijfregio is. Dus alle gebruikers overal ter wereld zullen naar die ene database schrijven. Maar je kan wel ervoor zorgen dat je data dichter bij de gebruikers brengt, want zij lezen dus uit die andere database. Mits je daar dadelijk wat aan doet aan je applicatiekant, zal ik zo laten zien. Er is veel overmogelijkheid. Die staat standaard echter niet aan. Dus als we hier naartoe gaan naar Automatic Failover, dan ja, zie je dus inderdaad dat die uitstaat. Het is dus te adviseren dat als je meerdere regio's hebt, dat je dit gewoon aanzet. Het is eigenlijk alleen maar voor in het uitzonderlijke geval dat er een Azure datacenter down zou gaan. Want dan gaat automatisch, wordt het volgende datacenter, in dit geval Australia East, en dan kan ik hier ook bepalen welke volgorde, die wordt dan de nieuwe write regio. Een regio uitbreiden is zo simpel als aanklikken en hier op save klikken. En het wordt geregeld. In de SLA staat dat dat binnen een uur gaat. In de praktijk, hier is een heel klein database, zal dat veel sneller gaan. Maar Microsoft garandeert wel binnen dat uur dat ook een database van 10 terabyte daar staat in de nieuwe regio. Even discard. Om zo'n write failover te testen, kan je ook een manuele failover toepassen. Dat kan je hier doen. Ik kan hier nou, in dit geval Australia bijvoorbeeld kiezen. En als ik dat weer doorga, dan zal de write regio van West-Europe nu naar Australië verhuizen. En ik zei al, dan staat de data wel heel dicht bij de gebruiker, als daar je gebruikers zitten. Maar aan de applicatiekant zul je ook nog wel het een en ander moeten doen. Dat is niet heel gecompliceerd. Dit wordt de multi-homing API genoemd. En wat je hier moet doen, is in de juiste volgorde de read-locaties, zoals je hier ziet. Is dat trouwens te lezen voor jullie allemaal? Je moet deze locaties in de juiste volgorde in deze API configureren. De multi-homing API betekent simpelweg, hij gaat eerst kijken in West-Europe. Is die er niet, dan pakt hij de volgende, enzovoort. Dit heeft gevolgen voor de latency. Als ik deze applicatie start, West-Europe staat nu als eerste, en ik ga hier data lezen. We zien hier, nou wat is het, tussen de 60 en 80 milliseconden duurt 1 call. Ik heb hier een stopwatch tussen zitten. En nou, laten we nu eens kijken. Nu zal ik Australië als eerste zetten. Beetje netjes uitlijnen. Zo. En wat je ziet is dat gelijk die latency enorm toeneemt. Dus het is echt wel belangrijk als je dus een applicatie hebt die nu al globaal gedistribueerd is, maar je database staat nog steeds in 1 locatie, dan heb je dus last van deze timing issues. Dus hier is Cosmos DB voor bedoeld, hier is het erg sterk in
om dit te voorkomen. Je zal dus wel iets in je applicatie moeten inbouwen dat je kan omgaan met die meerdere locaties. Dus één write-regio, alle andere, inclusief de write, zijn read-regio's. Je hoeft niet bang te zijn dat data dan in één regio staat en stel voor dat er wat gebeurt dat je data kwijt bent. Al in één regio staat je data al 4 keer. 1 keer in primary, nog 3 keer in replica. En dat per regio. Oké, ik liet net al een stukje Cosmos DB zien in de portal. Als je helemaal vanaf het begin begint, dan krijg je dit scherm. En na het invullen van een accountname zul je de API moeten kiezen. Dat gaat dus op account level. En dat zijn deze 4 API's die je kan kiezen. SQL, Mongo, Gremlin en Table. Nou, die staan hier ook. Cosmos DB ondersteunt de onderste 4 NoSQL datamodellen. Multimodel is Cosmos DB. Dus key value. Dat ondersteunt het met de Azure Table Storage API. Document met DocumentDB en met MongoDB. En de graph met Gremlin. En dan zul je misschien denken, hey, je slaat de column family over. Nou, het is dus zo dat Cosmos DB is heel flexibel en ondersteunt alle modellen die hier staan. Echter, er is nog geen API voor column family. Die zullen er wel komen. Heel waarschijnlijk zullen deze API's als eerste worden aangekondigd hierna. Dus Cassandra en HBase. Die ondersteunen wel die column family. Het is heel bijzonder wat Microsoft hier heeft gedaan. Ze hebben dus één hele flexibele database gemaakt. Eigenlijk heeft die niet eens een API, want de API wordt bepaald door wat mensen eigenlijk gewend zijn om te gebruiken. Document of Mongo, maar net wat je wil, voor bepaalde situaties, voor document dus, enzovoorts. En dat zie je dan ook in de vervolgstappen, dat eigenlijk in Cosmos DB is allemaal alles hetzelfde, alleen heeft anders een ander naampje. Dit is het tweede scherm wat je krijgt na het aanmaken van een account. En dan ga je dat hangt dus af van het type API wat je kiest, ga je of een collectie, graph of table maken. Maar je ziet dat alleen het labeltje is anders. Hoe zit het dan onder de motorkap? Dit zie je niet in de portal, of daar heb je helemaal eigenlijk heel weinig mee van doen, maar zo zit het wel. Er is een database account met een database daaronder. Iedere database heeft meerdere users met daaronder weer permissions. En een database heeft daarnaast, naast de users, ook een container. En die container hangt dus af van de type API die je hebt gekozen. Collection, graph of table. Zo'n container bevat weer items, wat wederom afhangt van de API, of je een document, node, row of edge hebt. Nou, wat je hier verder nog in ziet is dat een container store procedures, triggers en user-defined functions ondersteunt. Op die laatste 3 ga ik in deze sessie niet verder in. Laten we nu eens gaan kijken naar die 3 API's die op dit moment ondersteund worden. En als eerste de key value. Die bestaat dus al heel erg lang, deze API. Met Azure Table Storage. Om Azure Table Storage in een .NET applicatie te gebruiken heb je een NuGet reference nodig naar Windows Azure Storage. De API voor Cosmos DB is hetzelfde, maar je moet wel een andere referentie leggen naar een andere NuGet package, naar Premium Tables. Als je een key value storage gaat gebruiken, dan als je op Wikipedia een key value storage gaat opzoeken, dan wordt het uitgelegd als van, er zijn eigenlijk 2 stringetjes, je hebt een key en een value, zo simpel als dat. Microsoft heeft dat hier iets anders aangekleed, want je hebt als key heb je zowel een partition key als een row key. Bij elkaar moeten die uniek zijn. En de value kan een x aantal properties zijn. Bij voorkeur primitieve types, oftewel gewoon string, int enzovoorts. Je kan wel complexere types gebruiken, bijvoorbeeld laten we zeggen een customer met weer een name enzovoorts. Daar zijn trucjes voor met serialisatie om dat te ondersteunen, maar het is niet te adviseren om dat gelijk echt zo toe te passen. Dan zal je eigenlijk andere storage moeten gebruiken. Hoe ziet dat nou in het echt eruit? Ik heb hier een hele kleine, simpele console-applicatie als demo. Om je toch even te laten zien hoe dat eruit ziet.
He, dus je krijgt een referentie naar een cloud storage account, hier naar de table. Ik kies ervoor om hier wat data te insorten. In dit geval heb ik voor een leaderboard gekozen, dus waar de scores van spelletjes op bijgehouden wordt, hier van 3 mensen. En dit zou ook in een badge kunnen, ik heb het hier trouwens per stuk gedaan. En hier zie je de query mogelijkheden van table storage. Die zijn vrij beperkt. Je kan bijvoorbeeld niet sorteren. Je kan van die beperkte mogelijkheden, ja, daar moet je dus mee omgaan. En dat zal ook niet uitbreiden, dit is gewoon de API. Voorheen, als je wilde kiezen voor of Azure Table Storage of, nou, voorheen DocumentDB, was de keuze van ja, als je heel veel wil queryen op iets anders dan de partition key en de row key, dan zul je al heel snel voor DocumentDB gaan kiezen. Dat is nog steeds zo, en, maar nu natuurlijk met CosmosDB. Wat is nog meer een verschil? Table Storage wordt de data opgeslagen op normale harddisks. CosmosDB data wordt opgeslagen op SSD. Ik vertelde je al, CosmosDB, alle data wordt geïndexeerd, alles. De originele table storage, dus alleen maar de partition en row key. Nou, dat zijn de belangrijkste kenmerken. Zo, gelukkig, het gaat goed. De tweede, document storage. Document storage wordt dus door 2 API's ondersteund. Eén is de DocumentDB en de andere is de MongoDB-driver. Dat is dus ook echt geen NuGet package van Microsoft of zo. Dat is gewoon echt de originele MongoDB-driver. Het is helaas niet zo dat deze 100% wordt ondersteund. Wel heel veel, maar bijvoorbeeld een distinct of een group by wordt niet ondersteund. Dus daar moet je wel rekening mee houden. Als je documenten gaat slaan, dan moet je dus niet denken aan documenten als Excel of Word. Een document is hier een JSON-bestand. En ik heb hier weer gekozen voor een .NET API. Die .NET API, daarin kan je klassen definiëren zoals je hier ziet. Complexe klassen, dus hè, je hebt bijvoorbeeld weer een speaker met een name. En die wordt geserialiseerd naar JSON. Dat wil ik jullie weer graag laten zien. Hiervoor heb ik een iets uitgebreidere applicatie. Ik heb een webapplicatie, netjes met een repository. En het gaat hier om tech day sessions. Ik heb de initialize functie hier al uitgevoerd. En wat hier gebeurt is dat er op basis van die klas die je net zag, een tech day session, wordt er in code hier, worden al die properties gevuld. Een lijst met speakers. Ik heb het model hier nog wat uitgebreid. Mensen kunnen ook een sessie als favoriet kenmerken. Dus Jan, Piet en Klaas hebben hier een favoriet. Dit is al uitgevoerd. En als je dan kijkt naar deze 2 sessies die ik heb toegevoegd, dan ziet dat er in CosmosDB dus op deze manier uit. Je ziet de JSON. Ik zal deze applicatie starten. Ik ben grafisch niet heel sterk. Dus hier wordt de data opgehaald. En waar het om gaat is dat je hier Jan, Piet en Klaas ziet. En je moet nou niet denken dat deze data heel statisch is die daar in die CosmosDB database zit. En die kan je gewoon aanpassen. Dus als ik nu naar mijn Swagger API ga. En ik zeg van de eerste sessie vindt, Truus vindt hem ook leuk. Zo. Dan zien wij hier, als het goed is. Ja. Dat Truus inderdaad is toegevoegd en dat zie je dan natuurlijk ook in de user interface. Ja, dus je kan gewoon, net als wat je met een gewone database, met een SQL database gewend bent, kan je ook gewoon documents aanpassen. En dit moet natuurlijk wel weer passen, zo'n document database. Het standaard voorbeeld is altijd, een order heeft een orderregel, orderregel heeft weer producten en de order heeft ook nog een customer.
Ja, dat kan allemaal in meerdere tabellen met kolommen, met joins die je daarvoor nodig hebt. Maar het zou ook in bepaalde situaties allemaal in een document kunnen passen. Oké, en dan een relatief veel minder bekende database model, de Graph database. In de markt zie je dat Neo4j marktleider hierin is. Wordt veel toegepast bij open source projecten. En Microsoft ondersteunt nu met Cosmos DB ook een graph model. En dat is interessant. Hoe hebben zij dat ondersteund? Nou, er is om een graph database te queryen is er een SQL taal. En dat is Gremlin. Met Gremlin, dat is een framework. Dat is een SQL taal die wordt ondersteund door een framework. Dat is Tinkerpop. En met Tinkerpop, dat is weer een open source framework, en die heeft ervoor gezorgd dat je naar heel veel soorten graph databases kan communiceren. Dus Tinkerpop is het framework en Gremlin is de taal. Microsoft heeft met Cosmos DB voor Gremlin gekozen om de graph database te kunnen queryen. Nou, wat is nou zo'n graph database? Er komen een paar termen bij kijken die belangrijk zijn. En die staan daar. Een entiteit is een node, of soms wordt dat vertex genoemd. En nou, er zijn er meerdere van die nodes en vertexes. De relatie daartussen, dat heet een edge. En beide, zowel de nodes als de edges, die hebben properties. Dus eigenlijk heb je voor iedere entiteit een kleine key-value store. En ook voor iedere relatie. Nou, blijft zo een beetje abstract, dus laten we maar concreet gaan kijken. Ik heb hier nog een relatief simpele stukje van een graph, waar dus de vertex Pascal en een film Dumb and Dumber is. Beide zijn vertexes en hebben dus eigenschappen. In dit geval een naam, de movie heeft nog een genre. Daartussen zit een relatie, de edge dus, en die heeft ook eigenschappen. In dit geval heb ik een rating gegeven van 5. Dat is ook wel waard. Kelsey hier. Die heeft die film ook gekeken en ook een rating van 5 gegeven. Die heeft ook nog een andere film, Jumanji, gekeken, die ze ook een 5 heeft gegeven. Nou, dit is nog een relatief simpele graaf. Dit zou je nog flink kunnen uitbreiden. Een paar voorbeelden zou kunnen zijn dat Pascal kent Kelsey vanaf een bepaalde datum. Jeff Daniels die speelt in Dumb and Dumber, maar ook in Jumanji. En heeft een character name in de film. Wat nou zo mooi is aan die graph database, is dat je dus over die graph kan je de data gaan queryen. Nou, in het misschien wel voor de hand liggende voorbeeld wat hier zou kunnen. Ik zou kunnen kijken van welke films heb ik hoog gereed? Welke mensen hebben dat ook gedaan? En welke films hebben die mensen gezien die ik nog niet gezien heb? En hoog hebben gereed? Want die films vind ik waarschijnlijk ook interessant. We zullen zo kijken hoe dat eruit ziet, zo'n query. Voordat we dat doen, hier in de portal ondersteunt Microsoft al de Gremlin SQL om een database te queryen. Ik heb hier een graph met, nou, met die movies en die ratings. En er staat, als je dat scherm opent, staat deze query er al. Dat is een query die je daar ziet. En de G die staat voor de graph. En die V die staat voor de vertexes. Ik kan deze query uitvoeren, maar dat duurt wel even, want het is een echt flinke database. Dus het liefste ga ik even van één user, van user 7, want je zag misschien dat dat de ID was voor mij. Zo, daar is het resultaat al. En je ziet nu dat hij de graph gaat ophalen. Dus hij gaat al die relaties gaat hij af van user 7. En dit zijn dus alle relaties. Je ziet user 7 in het midden staan en daaromheen staan nu al die films. Alleen, ja, nu zijn het nummertjes. Dat is niet echt wat we wensen. Je kan aangeven welke property weergegeven moet worden. Dus title, oké. Kijk, en nu zien we hier, ik hoop dat het leesbaar is. Hier zien we die Dumb and Dumber. En meestal staat hier links onderin ergens de Toy Story die ook in de graph stond. Dit is het begin om met Gremlin te queryen.
Nu gelijk naar een wat geavanceerdere functionaliteit. Helemaal onderin zie je een Gremlin query staan met het voorbeeld wat ik daarnet gaf. Dus je zou hier bij wijze van spreken nog een hele simpele, misschien recommendation engine van kunnen maken. Hè, dus ik ga hier de graph belopen en je moet dan ook echt aangeven of jij van Pascal welke edge jij wilt gebruiken. Een inkomende of een uitgaande. Hè, vandaar dat je daar out-i, dat is dus een out-edge, wilt gebruiken. En die moet dan weer een weight hebben van groter dan 4,5 in dit geval. Daarvan wil ik weer de inkomende vertexes selecteren. Nou, en zo gaat dat dus helemaal door. Deze query werkt ook echt op die database. En dan krijg je netjes te zien welke films andere mensen hebben gereed hoger dan de 4,5 die ik nog niet gezien heb. Dat waren de API's in Cosmos DB. De column kan ik nog niet laten zien, want daar is nog geen API voor. Een heel ander onderwerp. En een heel belangrijk onderwerp, want dit is dus het meest belangrijke, de meest belangrijke design beslissing die je gaat maken tijdens je project met Cosmos DB. Sommigen van jullie zullen het misschien al weten. Maar het gaat hier om de partition key. Ik heb je daarnet al een scherm, deze laten zien. Helemaal onderaan van dit stukje scherm, hè, dat krijg je als je een nieuwe collectie, graph of table maakt, moet je een partition key opgeven. Nou moet, niet altijd. Je kan, zoals in het gele vlak, zoals je daar ziet, kan je aangeven of je een fixed of een unlimited account of collection wilt. Fixed betekent dat je maximaal 10 gigabyte kwijt kan en dat je maar één partitie hebt. Dus dan is de partition key niet verplicht. Kies je voor unlimited, dan moet je wel een partition key opgeven. Want dan kan Cosmos DB op basis van de partition key partities gaan aanmaken. En op die manier heb je de kracht van zo'n NoSQL database, dat je die enorme schaalbaarheid hebt. Kies je hier dus niet een juiste database, dan maak je niet optimaal gebruik van de kracht van Cosmos DB en haal je er niet uit wat er echt in zit. Waar heb ik het dan over? Nou, het is best wel lastig om zo'n partition key te kiezen, omdat er tegenstrijdigheden in zitten met lezen en schrijven. Hier hebben we het voorbeeld van schrijven. En voor het schrijven, dit zijn partities die je hier ziet, die blokjes. En wat Cosmos DB, die kan het snelste werken als hij zoveel mogelijk load kan verdelen over partities. Dus vandaar dat je een partition key moet kiezen die daaraan voldoet. En hetzelfde als met die foto. Stel voor dat er een heel courant artikelen zijn, dan zal zo'n magazijn er niet voor kiezen om al die courantartikelen in één zo'n stelling te leggen. Want dan gaan al die heftrucks, en je ziet hoe smal die paden zijn, die willen iedere keer naar die courantartikelen. En dan zal het erg druk worden, moeten ze op elkaar wachten. Dus courantartikelen leggen ze ook in verschillende stellingen. Dat is hetzelfde als bij de partities. En dan nu het lastige aan het verhaal. Bij het lezen werkt Cosmos DB juist het snelste als hij uit één partitie kan lezen. Dus, om wat voorbeelden te geven, en ik ben consultant, dus ik zeg het regelmatig, maar het hangt er altijd vanaf. Ik kan nu verhalen ophangen bij deze voorbeelden waar het wel een goede keuze is, maar ook waar het helemaal geen goede keuze is. Dus ik zal erbij vertellen wat ik bedoel. Een postcode, is dat de juiste partition key? Nou, meestal niet. In het geval van dat je postcode gebruikt voor een echte postcode service, hè, dus dat je postcode en huisnummer ingeeft en je krijgt een straat terug. Het lijkt een hele voor de hand liggende keuze, want je hebt verschillende partities, nou hartstikke mooi. Maar helaas, want de postcodes in Amsterdam, dat zijn er echt veel meer dan in alle andere postcodesgebieden. Dus wat je gaat krijgen is dat de partitie van Amsterdam veel groter zal zijn dan alle andere. En dat is dan niet de bedoeling. Je moet ervoor zorgen dat die partities ongeveer allemaal even groot worden. Maar wel een bepaalde serieuze grootte hebben. Ze moeten niet heel klein zijn. En dan komen we ook gelijk op de volgende. Want dan denk je van, oh, moeten we veel partities hebben? Dan pak ik een unique key, een GUID of een andere primary key. Dat is ook weer niet goed. Dan krijg je inderdaad heel veel partities, maar die zijn zo klein, dat is ook weer niet goed. In het voorbeeld van een blog-ID. Nou, in het voorbeeld dat ik nu ga noemen, zou het een goede keuze kunnen zijn. Bijvoorbeeld,
ik wil alle comments van een blogpost wil ik opslaan in een document database. Nou, dat is interessant, want comments worden over allerlei blogs gegeven, dus dat wordt mooi verdeeld. En met ophalen kan ik in één keer van één blogpost alle comments ophalen. Hey, dat is een mooie. Artikel group ID, ja, bij deze is het heel erg. Ik zou nu kunnen vertellen hoe het perfect is om artikel group ID te gebruiken als partition key. Maar als ik zeg dat de artikel group ID gebruikt wordt in de pricewatch van tweakers, waar 90% van het verkeer op één artikelgroep komt, op mobiele telefoons, ja, dan merk je dus al het verkeer zal naar die ene artikelgroep ID gaan, dus naar die ene partitie. En dus is dat in deze situatie geen goede keuze. Nou, je hoort het al, het is erg lastig om een partition key te kiezen. En als je eenmaal die partition key hebt opgegeven, kan je hem niet wijzigen. Dus je zit eraan vast. Dus als je wilt wijzigen van partition key, moet je een nieuwe database aanmaken, data overhevelen en kijken of dat weer beter is. Microsoft helpt je wel erbij in Cosmos DB om inzage te geven in het gebruik van die partition key. Dit is het tweede tapje van alle metrics. En nou, je ziet hier dat ik 5 partities heb. En ik heb hier een sample database gepakt met een landcode als partition key. En er worden hier nu 2 landen in 1 partitie neergezet door Cosmos DB. Nou, het valt ook gelijk op. Hè, dit is, laten we zeggen, van een database waar we bijna alleen maar klanten hebben uit Nederland. Ja, dan is dit een minder goede keus. Want je ziet al dat de partities totaal ongelijkwaardig zijn. Ze zijn niet even groot. Dus ja, ik zal hier iets aan moeten doen, aan deze data. Dit is niet optimaal. Volgende onderwerp, consistentie. Ook alweer een behoorlijk complex onderwerp. Consistentie met databases is enorm belangrijk. Vanuit een relationele database ben je heel erg gewend dat als je iets schrijft, dat die data ook daadwerkelijk gelezen wordt. Om die NoSQL database sneller te maken, hoeft dat bij NoSQL databases niet zo te zijn. De meeste NoSQL databases ondersteunen eventual consistency. Er zijn er die ook strong consistency ondersteunen. En dat zijn de 2 uitersten eigenlijk. Cosmos DB heeft daartussen nog 3 consistentiemodellen. Bounded stillness, session en consistent prefix. En hoe lager je gaat, hoe minder de latency wordt. Als je kijkt naar strong consistency, daar degene die dan leest, die krijgt ook de meest recente waarde die geschreven is te lezen. Dus ik heb hier een voorbeeld met Britt en Maud die gaan bowlen. En ze zitten in de 4e ronde en Britt heeft net 2 gegooid. Nou, strong consistent, dus de totale waarde van, al die worpen is 7,5. En dat krijg je dan ook te lezen. Belangrijk bij strong consistency is dat dat maar geldt op 1 regio. Oftewel, als jij je database in 2 of meer regio's wegzet, kan je geen strong consistency kiezen. Dan blijven er maar 4 over. Dan gaan we naar de volgende. Dat is bounded stillness. Bij bounded stillness heb je nog steeds een hoge latency, maar let op, dat is wel relatief waar we hier over praten. Een database als Cosmos DB kan echt miljoenen gebruikers aan en gigantische hoeveelheden data. En dan pas krijg je resultaten te zien die met die consistentie te maken hebben. Als je hier een heel klein database hebt, dan zul je daar helemaal niets van merken. Bij bounded stillness kan je een lag opgeven, bijvoorbeeld in tijd. Je kan bijvoorbeeld opgeven van, nou, ik wil maximaal dat het 5 minuten duurt voordat een gebruiker mijn waarde daadwerkelijk kan lezen. Dat is maximaal, dus nou, Britt heeft net gegooid, dat was in de afgelopen 5 minuten. Dus het zou nu kunnen zijn dat de 5,5 wordt gelezen, want dat is maximaal 5 minuten oud, ja, en anders de 7,5. Session is een bijzondere en daar zit je echt al in de lagere latencies vanaf session. Session is heel erg interessant voor bijvoorbeeld een mobile app. Bijvoorbeeld in het voorbeeld van een marktplaats app bijvoorbeeld, waar ik een advertentie zet.
Die advertentie die zie ik dan zelf wel, omdat ik hem net erop heb gezet. Alle andere gebruikers, ja, die zien hem een keer ook. En dat is ook wat je ziet in de marktplaats website bijvoorbeeld. Dus wat is het gevolg als je session kiest? Dat je het zelf als strong consistency ziet. Alle anderen zien het als eventual consistent. Deze consistency level is ook de default die je krijgt als je een Cosmos DB account aanmaakt. Oh, je kan wel de varianten. Oké. Dan de volgende, consistent prefix. Die zit nog net voor eventual consistency. En bij consistent prefix, ja, in tegenstelling tot eventual consistency, waar bij eventual consistency weet je niet wat er nu eerst gelezen wordt. Het kan zijn dat, ondanks dat we de 2 van Brit al hebben ingevoerd hier, dat toch de 3 eerder wordt gelezen. Andersom, dat de 2 eerder wordt gelezen dan de 3, ook al hebben we die eerder ingegeven. Bij consistent prefix is dat niet zo. De volgorde die je ingeeft, die wordt gegarandeerd. Dus we zullen in elk geval altijd in de juiste volgorde data lezen. Dus weer in het voorbeeld van een marktplaats, als er biedingen worden gedaan, dan zie je altijd in de juiste volgorde de biedingen binnenkomen. Nou, eventual consistency heb je dus de allerlaagste latency. En uiteindelijk zal de data kloppen. Oké, weer een ander onderwerp. Wat kost dit nu? En ja, hier staat pay only for what you use. Dat is zo. Maar ik zou heel graag aan willen toevoegen what you use en what you reserve. Want de prijs bestaat eigenlijk uit 2 delen. Het eerste deel is for what you use, dus het aantal gigabytes wat jij simpelweg opslaat in je database. Daar betaal je voor. En het andere zijn de request units. Die request units, die reserveer je. Je hebt die 2 soorten, de fixed en de unlimited. Bij de fixed kan je vanaf 400 request units configureren, vanaf de unlimited vanaf 1000. Oftewel, je bent bij de fixed minimaal €20 per maand kwijt en bij de unlimited minimaal 50. Goedkoper zal het niet worden. Wat is nou een request unit nu? Nou, Microsoft wilde je niet vermoeien met allerlei complexe materie met CPU, I/O en geheugen. Die 3 bij elkaar, dat is een request unit. En om dan iets concreter te worden, als je 1 kilobyte een leesactie doet, dan kost je dat 1 request unit. Als je diezelfde kilobyte schrijft, kost je dat 5. Die request units, die reserveer je trouwens, dat is per seconde, die getallen hier. Dus kan je nagaan wat die database aan kan. Bijvoorbeeld die 70 request units, dat is bij een query waar een groep bij wordt gedaan. En het hangt ook af van hoeveel resultaten er terugkwamen. Hier komen ongeveer 100 resultaten uit terug. En dan zit je op 70 request units. Dus zo, bij iedere call die je doet, komt er metadata mee hoeveel request units je hebt gedaan. Je kan dus niet, zoals bij een aantal andere PaaS-diensten in Azure, kan je ervoor kiezen om een gratis variant aan te maken. Het kost je altijd geld, Cosmos DB. Daarom is het heel makkelijk dat er een emulator is, gewoon voor op je lokale desktop. Als je heel fancy wil doen, kan je ook nog een Docker-image gebruiken daarvoor. En sinds kort biedt Microsoft wel Cosmos DB aan in de cloud, gratis. Maar dat zit niet in jouw subscription. Dan krijg je 24 uur lang een gratis Cosmos DB-database. En dan kan je mooi uitproberen. De capacity plannen, die request units configureren, die je reserveert, zodat Microsoft dat kan garanderen. Want zij garanderen dan ook dat jij die load op Cosmos DB kan zetten. Dat is natuurlijk vrij lastig. Ja, wat zal mijn applicatie nou gebruiken? Geen idee. Nou, er is een calculator voor. En je kan daar documentjes uploaden, aangeven hoeveel CRUD-acties jij denkt te doen en op basis daarvan komt daar een aantal request units uit. Dit en weer de metrics gaan je helpen hierbij. En bij deze metrics die je hier laat zien, zie je dat het gebruik van mij veel lager ligt dan het mogelijk wat Cosmos DB te bieden heeft. Dus ik zit hier goed. Ik zou lager kunnen inschalen als het mogelijk was. Ander onderwerp, backups.
Microsoft maakt iedere 4 uur een backup voor je en bewaart de laatste 2. Dat is hartstikke mooi. Mocht jij bang zijn dat je je data zelf niet meer in orde maakt, omdat er relaties of zo niet meer in orde zijn, als ontwikkelaar gebeurt dat wel eens, dan is het verstandig om dus zelf daar nog iets aan te doen. Bijvoorbeeld een manuele backup. Deze tool kan je daarbij helpen, de Data Migration Tool, nog uit het DocumentDB tijdperk. Die kan je ook als command line laten runnen en kan data naar JSON exporteren en kan ook weer JSON importeren. En daarnaast kan je ook, als je vanuit een andere database naar Cosmos DB wil, kan die dat ook regelen voor je. Nog één interessante. Ik had aan aanleiding van de prijzen had ik nog één leuke demo. En dat heeft hiermee te maken. Even zien. Ik heb hier een andere database en die heb ik op Unlimited ingesteld. Met 2.500 request units. En als ik ga lezen uit deze database. Zo. Dan zie je dat Cosmos DB jou precies ook geeft wat jij hebt gereserveerd. En niet meer of minder. Dus in dit geval zien wij nou, in het geel rond de, nou, laten we zeggen, 15 writes per seconde. Ja, je ziet hier ook hoeveel request units gebruikt worden. En dat breekt je ook nog per maand, deze applicatie. Oké. Dus nou, ik stop deze applicatie. En nu ga ik even mijn manager minder blij maken. Ik ga naar het maximale wat hier instelbaar is. Dit is niet het maximale wat Cosmos DB aan kan. Als je nog veel meer wilt, dan is het mogelijk. Zelfs 1, 2 miljoen. Dus ik save dit, kijk hoe snel dat is. Het is al gedaan. Dus nu hebben we een reservering van 100.000 request units per seconde. Ik ga diezelfde applicatie runnen. En je ziet dat het aantal writes, het loopt nog op, wordt veel groter. En als ik nu kijk naar mijn CPU, nu valt het mee. Ik moet zeggen, het verandert nogal eens met mijn CPU. Vorige keer toen ik dit deed, misschien heeft het met mijn verbinding nu te maken. Op dit moment ben ik over mijn telefoon verbonden, vanwege ook een probleem net met netwerk. Wat we daarnet zagen was dat ik inderdaad niet de maximale writes uit Cosmos DB haal, maar dat lag op dat moment aan mijn CPU die gewoon op 100% stond te stampen. Nou, is in dit geval nu niet zo, dus ik denk dat de verbinding het nu simpelweg is. Maar je ziet dus wel dat ik wat die request unit reservering, wat dat voor gevolgen heeft. Echt heel veel. Ik heb het nu in de portal heb ik het veranderd, maar je kan het ook door middel van een API veranderen. He, dus wat wij doen bij een klant, als wij een hele zware import willen doen, eens in de zoveel tijd, dan krikken we even het aantal request units op en na de import laten we hem weer zakken naar het niveau wat we nodig hebben. Ja. Wat bedoel je met instanties? Ja, dat geldt voor alle instanties, voor alle regio's tegelijkertijd. En dus ook als je ervoor kiest om naar een andere regio te gaan, dan betaal je gewoon 2 keer zoveel. Ik ga hem even terugzetten, want van €6.000 in de maand worden we niet. Zo. Nou, ik hoop dat ik je een leuk overzicht heb gegeven van Cosmos DB met de globale distributie, het horizontaal schalen, de meerdere modellen, de consistentiemodellen en dat alles tegen hele scherpe SLA's aangeboden die uniek zijn in de markt. Nou, bedankt voor jullie aandacht en nog een hele fijne laatste keynote.